33 is ze pas en ze mag zich vanaf nu de rijkste zangeres ter wereld noemen, Rihanna. Haar vermogen wordt door het Amerikaanse blad Forbes geschat op een slordige 1,7 miljard dollar, omgerekend 1,4 miljard euro. Maar dat immense bedrag heeft ze niet alleen gecashed door het scoren van hits. Nou, naast mij mediaverslaggever Rob Goossens. Ja Rob, we gaan het zo hebben over hoe ze dat dan wel bij elkaar heeft verdiend. Maar eerst 1,7 miljard, wat zou jij ermee doen? Nou, met het ongedurige weer dat we nu hebben, zou ik een waterijsje ontwikkelen waar dan ook meteen een paraplu in zit tegen de regen, denk ik. Ik denk dat dat nogal wat geld gaat kosten. Ja. Dan is het toch op voor dat je er erg in hebt. Nou, dat vind ik eigenlijk best een origineel idee. Had ik niet aanzien komen. Hé, hey, dat blad Forbes, dat is een beetje de Nederlandse quote, hè? Daar ja, de Amerikaanse quote. De Nederlandse quote is een beetje gebaseerd op hoe Forbes het doet. Forbes heeft ook een jaarlijkse lijst van rijkste Amerikanen. Nou, een quote heeft toen de quote 500 geïntroduceerd. Ja. Met hetzelfde idee in Nederland. En je ziet nu dat Forbes bijvoorbeeld ook de echt rijke Nederlanders zoals John de Mol dan leent voor hun eigen lijst. Maar hoe goed ingevoerd zijn zij? Want die 1,7 miljard dollar, is dat echt wel... Ja, uiteindelijk, het is met de Franse slag. Want het zijn bedrijven die ze nog niet verkocht heeft. Het zijn bedrijven waar ze misschien dan een investeringsronde voor heeft opgehaald. Ja. En op basis van die investering kun je wel zeggen van... Nou, als je 115 miljoen ophaalt voor 30% van de aandelen... dan is het hele bedrijf, even uit mijn hoofd, 270 miljoen waard. Ja. Maar alsnog, dat geld, er staat geen 1,7 miljard dollar op haar bankrekening. Het is dat als ze dus volgens die berekening alles zou verkopen... dan zou dat 1,7 miljard dollar kunnen, een som van 1,7 miljard kunnen opleveren. Maar ja, voor hetzelfde geld is er iemand die zegt van... ik wil de hoofdprijs betalen en dan blijkt ze effectief nog veel meer waard te zijn. Ja. Of is het een bedrijf dat ze aan de straat het steen niet kwijtraakt... omdat het zijn waarde heeft, omdat zij de eigenaar heeft. En dan is het gewoon een kwestie van jaarlijks je omzet draaien... en daar winst aan overhouden. Ja. Maar dan duurt het nog wel eventjes voordat ze daadwerkelijk... zo'n immens bedrag op haar rekening heeft staan. Ja. Nou, ze heeft één vrouw moet ze boven zich Oprah Winfrey, die heeft een schamele miljard meer. Niet ja, normaal, en dat is op entertainmentgebied de vrouwen. En dat is wel zo'n prestatie. Want van Oprah Winfrey weten we natuurlijk al decennia... dat het een superzakelijke, slimme vrouw is... die ook wist hoe zij een hele nieuwe consumentenklasse in Amerika wist te bereiken. Want de Amerikanen, daar zie je dat de zwarte gemeenschap... zich bovengemiddeld in de onderste regionen van de samenleving bevindt. Qua dus koopkracht, om het zo maar even te zeggen. Maar... die werken zich keihard omhoog en je ziet dat die gewoon meer verdienen, opklimmen in de samenleving. En die mensen, die willen ook gewoon spulletjes kopen, make-up kopen, sieraden kopen. En ja, dat heeft Oprah Winfrey doorgehad, maar Rihanna ook. Ja, want waar heeft ze nu alles dan mee binnengehaald? Want we hebben het over verschillende bedrijven. Ja, ze heeft drie bedrijven eigenlijk globaal opgezet. Ze heeft een bedrijf in cosmetische artikelen. Ze heeft een bedrijf in lingerie, dat was een samenwerking met weer een ander bedrijf. En dan had ze nog een bedrijf in samenwerking met LVMH, het bedrijf achter Louis Vuitton onder andere, in mode en accessoires. Dat derde bedrijf, dat is dit jaar eigenlijk kapot gegaan. In februari heeft LVMH gezegd, jongens, gaan we niet meer doen, want dit werkt niet. Maar die lingerie en die cosmetica, dat werkt dus wel als een malle. En dat is waar ze de hoofdmoot van die 1,7 miljard aan overhoudt. Ja, nou zijn er natuurlijk veel meer sterren die make-up merk hebben. Maar wat is dan het geheim van het succes van Rihanna? Ja, uiteindelijk, je ziet dat sterren die zoiets gaan doen... die gebruiken allemaal natuurlijk het feit dat ze gewoon enorm publiek voor zichzelf hebben. Sociale media hebben daar ook gigantisch in geholpen. Maar je ziet wel dat ze verschillende aanpakken kiezen. Dus bijvoorbeeld Ashton Kutcher en Jay-Z, dat zijn veel meer investeerders dan ondernemers. Maar bijvoorbeeld Ryan Reynolds en George Clooney, die zijn zelf met vrienden een tequila-merk begonnen. Allebei los van elkaar. Trouwens, George Clooney niet tequila en Ryan Reynolds gin. En dat is dan niet helemaal van hen, maar ze gebruiken natuurlijk wel hun power op social media. Ja. En die bedrijven die hebben ze voor heel veel geld aan concurrenten weten te verkopen. En Rihanna die heeft eigenlijk wat anders gedaan, want die zag gewoon in haar eigen achterban dat er een behoefte was aan cosmetica producten die er nog niet waren. Omdat veel cosmetica merken toch zich richten op een wit publiek, omdat daar over het algemeen
alleen meer geld te verdienen viel. Ja. Maar Rihanna is dus cosmetica producten gaan maken voor mensen met een iets donkere huidtint. En dat heeft ze gewoon op precies het juiste moment gedaan. Want ze is er eigenlijk dus pas 4 jaar geleden mee begonnen. En ze heeft een enorme spurt gemaakt. Ja, en nu is ze dus al de ene rijkste zwarte entertainer vrouw van de wereld. En het zou mij niks verbazen als ze nog Oprah Winfrey voorbij gaat. Want die is nu lekker op haar lauren aan het rusten, een beetje van haar pensioen aan het genieten. Ja. En Rihanna is 33 en heeft eigenlijk nog 40 jaar om dat bedrag te verdubbelen, misschien wel te vertienvoudigen, weten wij veel. Ja, maar je zei het al, hè, dat social media, dat speelt echt een gigantische rol. Dat geldt ook voor Rihanna. Ik geloof dat ze bijna evenveel volgers heeft als dat ze nu op geld wordt geschat. Ja. Ongekend. En een makkelijke reclamezaal natuurlijk. Makkelijke reclamezaal, maar ook een fantastische manier om erachter te komen wat jouw fans willen. En dat is denk ik de grote kracht van die entertainers. Als jij muziek maakt, dan moet je dingen maken waarvan je zeker weet dat je publiek erop zit te wachten. Of dat je er een nieuw publiek mee kunt aanboren. En als jij bepaalde vragen de hele tijd krijgt van jouw fans, ook als die niet over muziek, maar over make-up gaan, ja, dan moet je daar gewoon goed naar kijken. En dat heeft zij op het juiste moment heel slim gedaan. Ja, maar voor de fans, voor de muziekfans, is het dan toch wel weer heel jammer dat het al 5 jaar duurt voordat er weer een nieuw album uitkomt, toch? 5 jaar, het is echt ongelooflijk dat het dus al zo lang inderdaad wat dat betreft stil ligt. Kijk, ze heeft een goed excuus, want ze heeft dus 4 jaar gebouwd aan die 3 bedrijven waarvan er 2 immens succesvol zijn geworden. Het is wel zo, er moet weer een keer nieuwe muziek komen natuurlijk. En daarvan heeft ze wel al gezegd, want die vraag, wij zijn niet de enigen die daarmee zitten. In maart vroeg een fan het op Instagram, overigens fans vragen het natuurlijk de hele tijd. Maar in maart heeft er eindelijk een keer antwoord op gegeven. En toen heeft ze gezegd, geen zorgen, er komt snel nieuw muziek aan. Wanneer dat precies is, dat weten we niet. Maar snel, dat zal geen kwestie van jaren, eerder van maanden zijn. Oké, nou, ik ga erop wachten. Ik kan niet wachten eigenlijk. Ik vind het hartstikke leuk, Rihanna. Dank je wel, Rob. Vond jij dit nou een leuke video? Maak dat duimpje blauw. Abonneer op het kanaal van De Telegraaf. En we maken nog veel meer op de website van De Telegraaf. Wil jij daar meer van zien? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Daar. En dan komt het helemaal goed. Hoi!